Welkom bij Firma Stolk in Balkbrug. Op dit moment beginnen wij met de onderhoudswerkzaamheden aan de Mercedes W113 Pagode. Deze auto die is eigenlijk in onderhoud geweest bij een ander garagebedrijf. Een garagebedrijf dat gewend is om aan jonge auto's te werken. Die had al het een en ander aan de ontsteking gedaan. Imitatie contactpuntjes erin gezet. En een andere condensator. Het was hun niet opgevallen dat het boutje niet meer in het midden zit. Dus hij liep verschrikkelijk slecht. Maar nog een reden waarom dat de auto verschrikkelijk slecht liep, is dat de auto die liep eigenlijk niet verkeerd voordat hij bij het andere garagebedrijf kwam. Maar die vond het een goed idee om een grote hoeveelheid professionele injectiereiniger in de tank te gooien. Helaas is dat slecht voor de rubbers in de injectiepomp en voor de rubbers van de benzinepomp. Dus de auto die liep op 6 cilinders en uiteindelijk vielen ze één voor één uit totdat hij alleen nog maar kon roken. We zijn dus nu op dit moment de tank aan het leeghalen. De benzine met grote hoeveelheid injectiereiniger die zal afgevoerd gaan worden. En we gaan de brandstofopvoerpomp demonteren, de injectiepomp demonteren. En ja, de ontsteking is dan natuurlijk al gedemonteerd. En we gaan alle onderdelen stuk voor stuk klaarmaken. En dan kan de motor opnieuw afgesteld worden. We gaan ook kijken of er geen speling in de gastangen zit. Ja, dat ziet u, dat zit er wel. Al deze motoren, daar ziet u ook speling in de gastangen zitten. Al deze motoren met die mechanische inspuitpomp, die zijn verschrikkelijk gevoelig op speling in de gastangen. Dan krijgt u zo'n motor gewoon niet mooi afgesteld. Ook wat we heel vaak zien, is dat er iemand aan de gasklep aan het stellen is geweest. In plaats van het stationair toerental afstellen met de afstelschroef. Let ook altijd heel goed op. We zien het ook vaak misgaan bij andere bedrijven dat de CO afgesteld wordt. Dat is een stelschroef die onderop de injectiepomp zit, terwijl de motor loopt. Dan loopt het schroefje er gelijk uit en springt het veerpakket uit elkaar. En in dat geval is het dan de vraag of dat zijn pomp nog wel of niet te reviseren is. Voor meer tips en informatie over het onderhoud van uw Mercedes-Benz klassieker, of komt uw moderne garage er gewoon niet meer uit, kijk dan op www.stolkbalkbrug.nl.